Misschien kunnen we onze Belgische fans ook daar gaan op. Dus lekker trakteren. Ik wil ook. Je hebt niet gewonnen. Nou, is het, daar staat Sam. Oh, daar gaat Sam. Vertrouwen. Yes, ik ben zwaar gewond door jou. Oh, kijk. Vonden jullie het eng toen? Ja, ik vond het heel eng. En jij, Sam? Ik vond het een van mijn engste dagen, vond ik. Dat. Ja. Ja. We zijn de Dreamers, we zijn. Welkom bij een nieuwe video, wij zijn... Pakken! Yes, yes. En we gaan vandaag een video, een vlog maken. Ja, kijk! Ja, wat, hoe kom je daar aan? Ik heb van jou gekregen. Van de verjaardag gekregen, hè? Ja, dan moeten we vandaag even batterijen... Ja, we moeten vandaag even batterijen voor gaan halen, want ik heb de batterijen heb ik niet. Maar Pip, wat heb je op je arm? Wat heb je gedaan? Ik heb een tattoo. Ik heb een face. Mm-hmm. Een pleister op een Minnie Mouse. Ja, een pleister voor Minnie Mouse. Want je bent bij de consultatiebureau geweest. Hè? Dan krijg je om de zoveel tijd krijg je natuurlijk een prikje. Ook in je tand. En deed het pijn? Deed het wel pijn? Maar moest je huilen? Nee. Nee, hè? Ja, anders zijn wel twee jongens met het geweer. Sam, vertel eens even waarom heb je dat vast? Morgen is spelletjesdag! Want morgen is natuurlijk de laatste dag, want dan hebben wij... Vakantie, heel goed. Yeah. Ja, vakantie. Er werd trouwens gevraagd waar onze Dodge was in de vorige video. Waarin we met Jess en Sam op pad gingen met wat je kan tekenen. Dat koop ik voor je. Nou, hij is weer terug. Hij was even naar de garage. Er moest een vies klein zijn gedaan worden. Ja. Maar hij is weer terug. Maar we hebben haast. Oké, jongens. Nou, en het heeft even geduurd bij Pip. Eindelijk doet ze plas op de wc. Wat zeg je? En ze is klaar. Terwijl Pip daar aan het wakker worden is, gaat het hier zo aan toe. Het is morgen vroeg. Hier, jas aan. Doei! Doei, veel plezier! We hebben tractatie voor de school, want Pip heeft natuurlijk haar verjaardag gevierd. Ze is toch niet jarig, maar het is in de vakantie. Dus hoeveel kindjes zijn er weer op school, Pip? Zijn we 7? 7, ja, kijk. Wauw! Alles dubbel. Anna, Elsa, Olaf. Oké, jongens, ik ga nu even een verhaaltje schrijven op mijn telefoon. Dat zal ik je even vertellen. Pip zit nu op een gewoon schooltje. Pip zit op een speciaal schooltje. Zoals jullie waarschijnlijk wel hebben gemerkt, heeft Pip een spraakachterstand. Zij heeft moeite met de bepaalde klanken. En daarvoor is ze tijdelijk naar een ander schooltje toegegaan. Waar een logopedist is en iemand die haar heel goed kan ondersteunen met haar spraak. En zodat ze een soort van boost kunnen geven dat zij sneller, beter gaat leren praten. En dan is de bedoeling na de zomervakantie, dan blijft ze ook nog een paar maandjes. En dan is de bedoeling dat ze weer terug gaat naar haar oude schooltje. Daarvoor moeten wij zeg maar elke keer een verhaaltje schrijven. Dus bijvoorbeeld, ze heeft nou de verjaardag gevierd, dus dan gaan we opschrijven. Oh, ze heeft de verjaardag gevierd en ze heeft cadeaus gekregen, er was een luchtkussen. Zodat als Pip op schooltje is daar zo, en Pip die praat over luchtkussen. Zeg eens luchtkussen. Luchtkussen. En ze verstaan haar niet, dan weten hun van, oh, we hebben een verhaaltje gelezen, luchtkussen. Dus ze heeft het over een luchtkussen en zo kunnen ze haar toch beter begrijpen. Het is een half uur rijden met onze auto, maar gelukkig hebben we een leuke auto. Een Dodge. Een Dodge hebben we. Pip, ga je lekker trakteren. Kijk eens. Mooi, hè? Mooi Dutch. Goed zo. Lekker trakteren. Oké, jongens en meisjes, ik heb Erem thuis afgezet. De jongens zijn nu op school. Pip is nu op het schooltje. Ik ga nu even naar de tandarts, want ik heb een ijzerdraadje hier achter. Omdat ik ooit de beugel heb gehad en die is losgeraakt omdat ik gisteren een broodje gezond heb gegeten. Dus zie je dat het broodje gezond is ook helemaal niet zo goed. Bij chefs heb ik daar geen last van. Dus ik ga nu even mijn ijzerdraadje even weer goed laten doen en dan gaan we weer lekker naar huis. Oké, jongens, nou, ik was weer terug van de tandarts en zojuist hebben we net allemaal dingen lopen regelen voor onze vakantie. Want de vakantie komt eraan. Wij gaan ook op vakantie. We gaan naar België. Binnenkort gaan we daar meer informatie over geven. Het is nu allemaal nog een beetje passen en meten waar we precies heen gaan in België. We gaan sowieso ook richting de Ardennen. We gaan een beetje outdoor evenementen gaan we doen. Dat wordt echt mega vet. Misschien kunnen we onze Belgische fans ook daar gaan ontmoeten. Dat zou echt heel erg leuk zijn. Maar we zijn nu nog druk bezig met plannen hoe we het allemaal gaan aanpakken. Dus blijf zeker hier volgen en kijk ook vooral op Instagram, want als we meer informatie daarover hebben, dan kunnen we dat op Instagram natuurlijk gelijk terugkoppelen naar jullie. Maar nu moeten we snel gaan, want we moeten Pip ophalen. Hey! En dan mama. Hoe was op school? Ik moet op tijd heen. Nee, je moet op vakantie toe. Ja, je hebt nu vakantie. Yay! Nou, zoals jullie horen, Pip is helemaal enthousiast. Oké, nou, de jongens die zijn klaar met school en die zijn nu buiten spelen met vriendinnetjes. Maar Pip, wat heb jij er? Wat is dat? Emma. Ja, jongens, want Pip die is jarig geweest en dan heeft ze dit gekregen.
Kijk eens. Oh, welke vind je nou de leukste? Anna. Je moet kiezen. Welke vind je het leukste? Anna. Je moet kiezen. Heel mooi. Deze, die is heel mooi. Die ook. Die ook. Die ook. Die ook. Toch allemaal mooi. Die ook. Hey Pip, maar ik heb iets voor jou. Kijk, we hebben namelijk een hele grote doos gekregen. Oh, waar niks in zit. Wat zijn de rolschatten? Goed, ik was hier neergelegd. Even kijken, want we hebben dus allemaal nieuwe skillers. Voor Jesse, voor papa. Voor mama helaas verkeerde maat, dus die moet teruggebracht worden. Maar we hebben ook... Oh, deze. Zijn deze voor Pip? Oh. Wat vind je ervan? Ik ga vallen. Wat hè? Ik ga domme vallen. Goh, je gaat vallen? Ja, ik ook. Nee, wij gaan jou leren skiën, oké? Okay? Kijk, Pip heeft nu elke keer die van Sam gebruikt. Maar dit zijn natuurlijk echt de stoere skiers. Zullen we het gewoon proberen? Oké, dan gaan we het krijgen, jongens. Ik hou je hand vast. Oké. Ah. Nou, zet de skiers aan. Ja! Hey! Wow! Oh, wow! Oké, op! Pia, wat doe je nou? Wel vallen. Wie het eerste bij de deur krijgt het koekje. Ik heb gewonnen! Ik wil ook koeken. Je hebt niet gewonnen. Ik kan niet waven, dat. Ik kan niet waven. Nee, ik kan nog niet schaatsen. Komt goed. Oké, nou we zijn nog steeds onderweg. Hoe gaat het? Oh, dat gaat echt fantastisch. Hup. Ja, en daar zijn ze hoor. Hoe was het op school? Ja? Oh ja, ik zit hier een beetje met... Kijk, dit gaat beter, Pip, of niet? Ah, Sam, nee. Ja, oh. Dat doen we de hele tijd, dat gaat voort. Net nieuwe schaatsen, jongens. Nee, dan moet je echt... Skielers, jongen. Net nieuwe skielers, jongens. Ideaal zo, kind. Hier, daar zo. Pak die skiller even daar zo. Ja, pak je dan. Ja. Ja, goed zo. Ietsje dichterbij nog. Ja, dankjewel. Nou, super handig zo, kind. Goed zo, goed bezig. Nou, die gaan even op de foto daar zo. Sam, ze zijn nu taartjes aan het bakken, dus ze kunnen lekker mee eten. Ja. Kijk, nou, is het, daar staat Sam. Oh, daar gaat Sam. Oké, nou, dit is de skatebaan. Ja. Daar gaat ze. Woehoe! Ja, ik durf. Ik hoor. Oh, nee. Kom. Sam, het is niet aan. Het is leuk. Woehoe! Ramon, ik kom op. Ja? Echt niet aan. Ja. Nu moet je me echt gaan. Ja. Vertrouw me. Ik kom. Yes. Echt leuk, trouwen! Woe! Op mijn teen! Hij rijdt gewoon recht op mijn teen! Wow! Kijk jongens, even dit heet dus Jesse gedaan. Eieren moet eieren. Oh, je moet knieën. Kijk eens. Oh, die is lief. Dit wordt spannend. Ja. Wow! Ik wil, ik wil. Goed zo, Sam. Ik ga helemaal niet meer doen. Ja, nu gaat hij helemaal niet meer doen. Wow! Yes, ik ben zwaar gewond door jou. Oh, kijk. Pip heeft helemaal nieuwe vriendinnetjes gemaakt. Gaat goed, Pip. Oké, nou, Lotte en Nicky die waren weer naar huis en wij hebben zojuist lekker gegeten hier zo. Kijk, Sam is hier zo aan het eten. Gaat het goed, schat? Kijk, zo eet Sam. Dat is gewoon heel normaal voor hem. Dit is dus mijn teen. Idee. En lekker je andere mijn idee dat jij met je skiless over mijn tenen gaat rijden. Jij gaat expres voorstellen. Jij zei dat er niks kon gebeuren. Nee, ja. Oh, met jou niet, nee. Nee. Net zoals wat Nicky doet en ik. Sam, die doet er niks aan de hand. Nicky doet er niks aan de hand. Jij hakt me halve tenen vanaf. Papa. Oh. Doe mijn oude papa. Ja, dit oude heeft Jesse gedaan. Jesse heeft mij pijn gedaan. Nee. Zo'n stoute Jesse. Ja, nu wel. Oké, nou, zoals jullie misschien hebben gezien op de video van Pips verjaardag. Kijk, dit had ik zelf opgehangen. Maar dit gebeurt er dus als er regen in komt. Ja. Maar kijk, moet je hier op letten, hè? Kijk, als ik nou hier op knip. Ja!
Ik ben... jullie dachten een mooi droog te zijn daar, of niet? Zijn je voeten nat? Oh nee, ja. En om deze dag af te sluiten gaan we nog een paar vragen aan jullie stellen. We hebben op Instagram gevraagd van, hey, hebben jullie een vraag aan ons? En daar hebben we een paar uitgekozen. Ja. En de eerste, die is, wie van jullie, van ons allemaal, van papa, mama, Pip, Jesse, Sam, is het meest irritant? Pip. Dat is vet zielig. Nee, maar Pip... Maar het is gewoon zo. Maar Pip ook een beetje klein. Ja, die moet allemaal nog een beetje leren. Pip, als je dit kijkt, we houden van je, Pip. Dit ook. Oké, de volgende vraag is... Eerst, wat is er met dit boek gebeurd? Ja, die is Sam zojuist gesloopt. Nee, echt? Ja. Hij was vroeger mijn lievelingsboek. Sam is het irritant. Oh. De volgende vraag is, willen jullie een keer naar België te komen? Nou. Ja. Gaan we in de vakantie heen. Wat is er met het ei gebeurd? Dat stond niet echt op de video. We hebben inderdaad, laatst waren we op een bootje gegaan. En toen hadden we een mega groot ei gevonden die in het water lag. Dus we hebben hem niet uit een nestje gehaald. Want daar heb ik toch wel wat boze reacties van gehad. Want er waren kinderen die dachten, die zagen alleen maar een foto van jou met een ei. Dus die dachten dat jij het uit een nestje had gehaald. Nee, dat hebben we niet gedaan. Eigenlijk hebben we alleen het ei gered. Wat heb je met het ei gedaan? Gewoon gered. Op een island gezet. Op het misschien vasteland gezet. Misschien gaat hij dan meer dood. Ik denk dat hij al heel erg dood was. Ja. Oké, de volgende vraag, en dat is een hele serieuze vraag. Wat vinden jullie van de schietpartij die in Beuningen is geweest? Er is hier een paar dagen geleden is hier een schietpartij geweest. Dat is hier echt heel dichtbij. Sterker nog, het staat op school en het is echt heel dichtbij school. Is dat gebeurd? En we waren bij de bosjes bij school. Ja, er waren kinderen die... Dus je moet echt soms een beetje uitkijken voor je mensen. Ja, er waren kinderen die ook echt dachten dat die voor bij jullie school rondliepen. Ja. Vonden jullie het eng toen? Ja, ik vond het heel eng. En jij, Sam? Ik vond het... Een van mijn engste dagen, vond ik dat. Ja. Vond ik ook. Ja, het was wel was echt spannend. Want jullie school die was ook echt... blijkbaar heeft de politie ook contact opgenomen met school van... Hey, doe alle kinderen naar binnen en alle deuren moeten op slot. De hekken moeten dicht en wat dan ook. Dus kinderen mogen ook niet naar buiten. Wat is jullie lievelingskarakter van Disney? Ja. Dus welk poppetje, beestje of mens van Disney vind jij het leuk? Donald Duck, zeg jij? Ja. Donald Duck, oké. Ik zou even, mag ik even iets bovenhalen? Ja? Sam, wat vind jij nou een leuke Disney-karakter? Dat kan bijvoorbeeld ook... Ik zal even een paar opnoemen. Je hebt Belle, je hebt het beest, je hebt Stitch, je hebt Dumbo, je hebt The Lion King, Simba, Mufasa. Lion King! En welke dan van The Lion King? Welke? Mufasa, Scar, Simba, Nala, Timon of Pumba? Allemaal. Ja, je moet één kiezen. Die vader ik van... Ik heb toch zo'n knuffel in ja? bed. Ja. Die grote. Die grote, dat is Mufasa. Mufasa. Dat is de papa. Is dat. Dat vind ik daar echt leuk. Ja, die is heel stoer, hè? Ik denk Stitch vind ik heel erg leuk. Jij van Sonic, toch? Sonic is er niet van Disney? Ja, wel. Ja, wel hoor. Ja, ik laat zien wat ik allemaal heb gelezen. Kijk maar. Zullen wij even aan de kant gaan dan? Donald Duck. En dit is de ketting van Donald Duck, Donald Duck, Donald Duck en de ketting van Force. Echt de laatste vraag en dan is het echt bedtijd voor deze twee. En de tijd voor mij. Doe maar helemaal niets uit. Morgen is het toch niet naar school. Morgen moeten we wel naar school, maar hoofddakje en we moeten spelletjes doen. En dan moeten we vakantie hebben, 6 weken lang. Vervelend zeg. Oh nee, leuk. Ik wil niet naar school. Is alles leuk? Aan YouTube? Ja. Ja? Ja, ik vind het heel leuk. Ik vind het een heel leuk iets. Ja? Als ik voor mezelf kijk of ik alles leuk vind aan YouTube, ik merk alleen dat het best druk is. Want het hele idee van alleen maar leuke dingen doen met je kinderen. Dat is niet altijd. Maar het is ook echt heel veel regelen, heel veel mailtjes, zakelijke dingen, editen, bedenken. En dat is af en toe wel een beetje vermoeid. Ja, voor jou eigenlijk. Ja, dat is wel een beetje jammer. Maar voor de rest, leuke dingen doen met het gezin is natuurlijk kei tof. En ik hoop dat we het heel lang mogen doen. En bedankt voor het kijken. Als je nog geen abonnee bent, zeker abonneren. En tot de volgende keer. Yes. Doei!